DVS TV is er weer. Het seizoen 23-24. En natuurlijk bij een nieuw seizoen horen ook nieuwe spelers. En de eerste is... Sam Crowther. En dat is een beetje een Engelse naam. Dat heeft een reden. Ja, mijn vader is Engels. Ja? Leeds. Halifax. Ligt vlakbij Leeds. Dus, Ja, ben je daar geboren? Niet geboren. Toen ik 7 was wel naartoe verhuisd. Niet voor heel lang. Ik heb er nog mijn opa. Die woont er nog. Dus... ik ben er op z'n tijd nog wel eens te vinden, maar de laatste tijd ook niet echt meer geweest. Ja, ja. Dus, en op een gegeven moment ben je richting Nederland getrokken. En wat was je eerste vereniging hier in Nederland? Dat was in Groningen. Dat was Oosterparkers. Ja, ja. Dus, amateurclub. En daarna ben ik bij FC Leeuwenboog wezen voetballen. Ja. Bij mij in de buurt, ook in Groningen. En GSC Groningen. FC Groningen Jeugd, 5 jaar. ONS Snake, dezelfde competitie destijds als DVS. Ja, toen heb je nog tegen DVS gespeeld. Ja, inderdaad. Heb je toen ook nog gescoord of niet? Nee. Nee? Nee, wel met Jong Groningen toen. Ja. Toen... Dat was ook 5-1 geloof ik, of 5-0? Dat was 5-1, ja. Hadden we geen schijn van kans? Nee, dat was volgens mij ook de laatste competitiewedstrijd. Ja. En volgens mij ging het ook nergens meer om. Dus. Ja, en toen heb je het geprobeerd bij de Eagles? Eagles, ja, 2 jaar. En maar daar kreeg je gezondheidsklachten. Ja, klopt. Ik had daar getekend. Ik heb daar 2 jaar gevoetbald, in het eerste. Ja. En na een aantal maanden, ik had ook een aantal wedstrijden in de keukenkampioen divisie destijds gespeeld. Ja. En dat was die coronatijd. En toen hadden wij een uitbraakje in onze... In onze selectie. Ja. Voor mij 14 jongens. Corona. Ja. Ja, ik ook. Oeh, man. Nou. En bij mij was het naar mijn hart gegaan, zeg maar. Dus ik heb daar een ontstoken hartspier aan overgehouden. Oeh. En toen heb ik een tijdje niet kunnen voetballen. Maar gelukkig goed hersteld. Pittig, ja. En toen naar Luxemburg. Luxemburg. Met een goede vriend van je, geloof ik, hè? Ja. Hey, Luxemburg, de hoogste afdeling, is dat een beetje vergelijkbaar met derde divisie, tweede divisie hier, of niet? Ja, inderdaad. Ik denk de top in Luxemburg, die speelt ook Europees voetbal. Dus die maat waar je het net over had, die is helaas gisteren uitgeschakeld in de Conference League. Ja, ja. Hij heeft wel 4 gescoord in 4 wedstrijden. Dus zo, mooi. Ja, ja. Te vergelijken met tweede divisie en... stukje derde divisie. Ja, ook. Ja. Dus je bent in ieder geval dat al zo'n beetje gewend, dat niveau. Ja. En het niveau kwam er langzaam maar zeker tegen Spakenburg ook uit, vond ik. Ja, inderdaad. Goede wedstrijd gespeeld, denk ik, als team ook. Ja. Ik denk dat je ziet wel een stijgende lijn. We zijn nog maar net bezig, maar je ziet dat het wel beter gaat. Heb je naar je zin? De spelopvatting en alles en zo? Ja, zeker. Ja? Ja. Mooi. Ja, ik heb ook wel veel vertrouwen in dit seizoen. Dat eerste doelpunt wat je maakte, daar hoop je er natuurlijk wel heel veel van op die manier, weet je wel? Ja, die tweede was ook lekker. De achterlijn, de achterlijn halen en dan, gewoon een simpel tikkie en gewoon een doelpunt. Ja. Ja. Het hoeft niet allemachtig mooi te zijn, maar die van Jarno was natuurlijk wel heel erg mooi. Ja, ja dat is een heerlijke. Dat is, kwaliteit, ja. Ja, ik dacht even dat jij ook die derde maakte, maar... Toen was de bal, denk ik, nog net niet over de lijn, of wel? Ja, die was al 2 meter over de lijn. Ja, dat dacht ik ook. Want iedereen zegt, Lars Huber gaf het laatste tikje. En dat zei de verslaggever ook. Maar goed. Ja, ik kon niet zien, hè? Nee, ja, oké. Okay. Nee, maakt ook niet uit. Ik stond ernaast en die bal was 2 meter over de lijn. Maar. Ja, ja. Hey, conditioneel zit het goed met je, hè? Want de shuttle run test, die heb ik natuurlijk gezien. Was dik in orde. Ja, ik ben nog steeds moe van die test. Ja? Ja? Ja, nee. Ja, conditie is altijd wel goed geweest. En, we hebben ook een schemaatje meegekregen in de zomer. Ja. Dus ik denk dat iedereen wel fit is. Ja. Ja. Hey, en woon je in Ermelo al inmiddels of niet? Ja, in Horst. Horst? Oh, Horst. Ja. Ja.
Ja, Horst. Op zijn Engels, Horst. Ja. Daar een chaletje of ja, inderdaad. Huisje. Ik ga 1 september ga ik ergens anders in. Ja. Dit was, ik had toch wat nodig snel. Ja. En ja, dit was gelijk een optie, dus ik dacht van, dan ga ik eerst daarin. Ja. En dan vanuit daar kan ik altijd verder kijken. Ja, en al werk gevonden hier? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee, is wel nou, de bedoeling. Maar hierbij even solliciteren, hè? Ja. Ja, als je er goed... Of wat is qua sponsors, ja. Stuur me een berichtje. Ja, oké, hartstikke goed. Nee. Ja. Oké, hey Sam, ik wens je ongelooflijk namens natuurlijk alle supporters en DVS TV heel veel succes. Ik hoop dat we hele mooie doelpunten van jou op de gevoelige plaat kunnen leggen. En met het commentaar erbij moet dat wel goed kunnen. Ja. Sam Crowther, daar komt ie! Ja, ze hoeven niet mooi te zijn van mij, maar ik hoop er wel een aantal te maken inderdaad. Precies. Dus we gaan het zien. Oké, Sam. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Oké.